Iedereen weet tegenwoordig dat je veel energie kan besparen door al je gloeilampen te vervangen door LED-verlichting. Tegenwoordig is de kwaliteit van LED-lampen heel goed, maar je moet wel weten waarnaar je moet kijken om goede LED-lampen aan te schaffen waar je dan ook heel blij mee zal zijn. Daar gaan we het vandaag over hebben. Wat zijn belangrijke factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van LED-lamp? Dan kom je al snel op technische termen als kleurspectrum, kleurtemperatuur, de flicker rate, energieefficiëntie en lumen versus watt. Laten we beginnen met kleurspectrum en CRI. Het kleurspectrum verwijst naar de verschillende kleuren die het licht van een lamp bevat. Het witte licht van de zon bevat alle kleuren. Een breed kleurspectrum is belangrijk omdat het zorgt voor een natuurlijke weergave van een object of omgeving waarop een lamp gericht is. De CRI, oftewel Color Rendering Index, is een maatstaaf van hoe goed een lichtbron de kleuren van de objecten kan weergeven in vergelijking met natuurlijk zonlicht. Hoe hoger de CRI, hoe beter de kleurweergave. Voor lampen waarbij je leest of bij lampen die boven een tafel hangen, zou ik bij voorkeur een lamp kiezen die minimale CRI-waarde hebben van 90. Maar eigenlijk het liefst hoger dan 95. Die laatste LED-lampen zijn nog steeds het moeilijkst te vinden. Een andere belangrijke factor is de kleurtemperatuur. De kleurtemperatuur wordt gemeten in Kelvin en geeft aan hoe warm of hoe koel het licht is. Lampen met een lage kleurtemperatuur hebben een warm geelachtig licht, terwijl lampen met een hoge kleurtemperatuur een koelere blauwachtig licht hebben. Voor thuisgebruik is meestal het beste om een kleurtemperatuur te kiezen tussen de 2200 en 3000 Kelvin, omdat dit een warme, gezellige sfeer creëert. In werksituaties kom je juist steeds meer lampen tegen met een hogere Kelvinwaarde, richting de 5000. Naast kleurspectrum en kleurtemperatuur is het stroboscoopeffect, oftewel de flicker rate, goed om in de gaten te houden. Hoewel dit met het blote oog niet altijd waarneembaar is, kan het knipperen van LED-lampen bij sommige mensen vermoeidheid van de ogen of zelfs hoofdpijn veroorzaken. Je kunt met de camera van je telefoon een simpel testje doen. Je telefoon moet wel in een automatische stand staan. Ga met je camera heel dicht op de LED-lamp. Wanneer je dan balken op je beeldscherm ziet verschijnen, dan is dit licht vaak ook hinderlijk voor onze ogen. Zo kan je in de winkel de juiste LED-lamp selecteren. Watt versus lumen. Hoe weet je nu welke LED-lamp een goede vervanging is voor je gloeilamp? We zijn gewend om in watt te denken voor lichtsterkte. 40 watt, 60 watt, 100 watt. En lumen is de eenheid van lichtstroom. Ofwel de hoeveelheid licht die een lamp produceert. Wattage daarentegen is de eenheid van vermogen. Ofwel de hoeveelheid energie die een lamp gebruikt. Om dit eigenlijk goed uit te kunnen rekenen, moet je dus eigenlijk de energieefficiëntie weten van een LED-lamp. Maar om het niet al te ingewikkeld te maken, is een grove vuistregel om het wattage maal 10 te doen. En dan heb je ongeveer het aantal lumen wat je nodig hebt. Dus 40 watt is ongeveer 400 lumen. 100 watt is ongeveer 1000 lumen. Energieefficiëntie. De energieefficiëntie wordt uitgedrukt in lumen-watt verhouding. Een hogere lumen-watt verhouding betekent dat de lamp meer licht produceert met minder energie. Hoe hoger het getal van deze verhouding, hoe efficiënter de lichtbron met energie omgaat. De huidige LED-verlichting levert tussen de 110 en 190 lumen per watt. Dit is belangrijk omdat het niet alleen beter is voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Dus even kort samengevat. Wanneer je goede LED-verlichting belangrijk vindt, check dan even of de LED-lamp aan de volgende zaken voldoet. Een hoge CRI-waarde, het liefst 95 of hoger. De kleurtemperatuur, een woonkamer tussen de 2200 Kelvin en 3000 Kelvin. En een werkkamer rond de 5000 Kelvin. De flicker rate, doe hiervoor even de telefoontruc. Het aantal lumen, deel het lumen door 10 door te vergelijken met het aantal watt van een gloeilamp. En de waarde van de energieefficiëntie, tussen de 110 en 190 lumen per watt. Ik hoop dat jullie weer wat aan deze tips hebben gehad. Van een duimpje word ik blij en abonneer je op mijn kanaal. Tot de volgende keer.